Dag allemaal. Leuk dat jullie hier zijn. Je zit hier in een deel van Nederland dat heel kwetsbaar is. Als het heel hard stormt, als het heel hard regent, als er heel veel water is. Nederland noemen we een delta. Dat is een gebied waar de rivieren in de zee komen. En die delta is altijd kwetsbaar op het moment dat de zee hoog is en de rivier hoog is. En dit is het gebied waar het mis kan gaan. Dat zou je niet zeggen op zo'n mooie dag als vandaag. Maar Nederland heeft iedere 50, 60 jaar in de afgelopen eeuwen een ramp gehad. Een watersnoodramp. De laatste waar 1800 slachtoffers vielen was in 1953. Maar ook daarvoor, in 1916, daarna is de afsluitdijk gebouwd. Dat is die prachtige dijk in het noorden. Na 1953 hebben we de deltawerken gekregen. Daar is Nederland beroemd om geworden. En zelfs 20 jaar geleden aan de rivier ging het bijna mis. En moesten 250.000 mensen worden verhuisd omdat ze misschien zouden overstromen. Dat is Nederland. En wat we nu in Nederland hebben afgesproken een paar jaar geleden is dat we gaan proberen dat in de toekomst te voorkomen. En dat heet het Delta-programma. Waarmee we proberen alles te doen om dit land te beschermen tegen water. En ook als het heel droog wordt, want dat is de andere kant van klimaatverandering, te zorgen dat er voldoende water is. En dat betekent dat we de komende 30 jaar ongeveer 20 miljard euro gaan investeren in dit land. Met heel veel partijen die gaan zorgen dat we hier kunnen blijven wonen. En daarvoor heb je heel veel innovatie nodig. Heel veel nieuwe dingen, nieuwe technieken, nieuwe inzichten. En we hebben dus een prachtige markt in Nederland in de komende 30 jaar om die innovaties mogelijk te maken. En we vragen iedereen om daaraan mee te werken. Ik noem een paar voorbeelden. Als je in Scheveningen bent, in de boulevard, dan is het een prachtige boulevard en in die boulevard zit een dijk. Dus we proberen ook nog dingen mooi te maken. Of als je in Katwijk wil parkeren, dan parkeer je je auto in een dijk. Dus we proberen functies te koppelen, zoals dat heet. In Nijmegen aan de Waal maken ze de rivier breed, want dan gaat de waterstand naar beneden. Komt er een eiland in de rivier en dat wordt een heel nieuw, mooi festivaleiland voor de gemeente Nijmegen. Kortom, er gebeurt heel veel om ons land mooi te houden. Ik ga jullie een paar voorbeelden geven. De eerste is innovaties rond dijkversterking. En hier zie je er een paar. Het gebruik van een doek, textiel. Het vernagelen, ankers in de dijk. Je ziet allerlei combinaties van dijken. Sensoren in de dijk, dus ICT in de dijk om te kijken wat die dijk doet. En het meervoudig gebruik van de dijk. Dan gaan we naar de volgende toe, de zandmotor. Let op, dit hebben we voor de Nederlandse kust neergelegd. Een hele grote hoeveelheid zand. En die gaat met de stroom van het water en met de wind heel langzaam richting het noorden om onze kust te versterken. Dat is een heel groot nieuw ding waar we ook heel veel geld mee verdienen in het buitenland. Dan hebben we de volgende, de slipmotor. Weer zoiets. In het Markermeer, dus in het IJsselmeer, graven we hele diepe geulen waardoor als een soort stofzuiger het slip wordt opgevangen en dat wordt natuur. Dat is ook een mooie manier om natuur te creëren in je water. Dan de volgende. Delft Blue Water. Hier in het gebied bij Delft, in het noorden hier van Rotterdam, is er heel weinig schoon water. En daar gaan we proberen regenwater en gezuiverd afvalwater te combineren en daarmee te zorgen dat er meer water komt als het droog wordt. En de volgende. Spaarwater. Spaarwater. Als je nou hele droge perioden hebt, proberen we met een bepaalde techniek het water onder de grond vast te houden, zodat als je het nodig hebt, je het kan benutten. Want er komen drogere periodes ook in Nederland en dat levert heel veel schade op. De volgende, smart polder. Dat is heel ingewikkeld. Daarbij wordt energie en gebruik van ICT gebruikt om het water te gebruiken om gebouwen te koelen als het warmer wordt. En de volgende, waterberging in de stad. Rotterdam is daar heel bekend om. Het kan soms enorm plensen, enorm veel water uit de regen. En dan moet je het even opvangen. Rotterdam heeft een parkeergarage daarvoor bestemd. Zijn de auto's natuurlijk weg. Maar ook een groot plein
bij een school waar nu gebasketbald wordt. Dat wordt dan benut om het water even vast te houden. Heel veel water. En als de regenbui voorbij is, kan het weg. Ook dat is innovatie. De volgende. En als we dan, ik zei het al, de ruimte die we in Nederland schaars hebben goed willen gebruiken, proberen we bijvoorbeeld een parkeergarage in een dijk te maken. Of een dijk in een duin. En daarmee maken we het beter gebruik van onze ruimte. De volgende. We hebben nog een model gemaakt met 3D, dus driedimensionaal, waarmee je kan bekijken wat er, als het toch fout gaat, hoe het water dan achter de dijk ellende veroorzaakt. Ook een nieuwe manier. Nou ja, ik kan nog een hele tijd doorgaan. We gaan in Nederland en we zijn bezig om heel veel nieuwe dingen te doen. Nieuwe techniek, nieuwe innovatie om dit land mooi, bewoonbaar en veilig te houden. Dank jullie wel.